Wat doet 120 minuten met de keuzes richting PSV? Moet je een aantal jongens echt met rust laten? Nou, absoluut. Kijk eens, wat je zei net, Jamal bijvoorbeeld. Ja, moesten wij nu 2 dagen oplappen, omdat die had 2 nieuwe hamstringen nodig na die afgelopen wedstrijd. So, maar dat telt ook voor de jongens als Eli. Als je hem ziet, de laatste 20, 25 minuten lopen, was die ook helemaal op. Dario, ja, 8 maanden niet gevoetbald. Eerste keer naar 8 maanden wedstrijd gespeeld. Kijk, dat zegt misschien voor heel veel mensen niks, maar als je 8 maanden niet wedstrijd speelt, en dan moet je tegen dit soort tegenstanders spelen, dat eist heel veel van je lichaam. So, dan weet ik dat het is niet zo makkelijk is om in ritme te komen. En ja, de nadeel is dat wij kunnen geen verschappelijke wedstrijd spelen. Ik weet dat je weinig keuze hebt, maar durf je het wel aan met Dario? Wetende dat hij zoveel minuten in de benen heeft en 8 maanden niks gedaan heeft? Ja, durf of... Ja, ik heb geen andere keuze op dit moment. Kijk eens, natuurlijk, wij kunnen hier en daar schuiven. En dan gaan we ook morgen op de training kijken. En vandaag hebben we ook gedaan. En dan ga je kijken wat is de beste keuze om PSV moeilijk te maken. Maar wij hebben Dario gehaald om hier, ja, wat we eerlijk zijn, om te spelen en ja, concurrentie te behouden met Pete. Waar liggen de mogelijkheden tegen PSV? Ik denk met name in de omschakeling. Omdat datzelfde als tegen elke topploeg thuis. Ze spelen, komen ze met heel veel spelers naar voren, met name de backs. Alleen maar nu hebben ze iets andere aanvallende backs dan normaal. Omdat, Dumfries is ook volgens mij niet erbij. Zo, so, daar ligt altijd de ruimte. En ja, ik denk spelervattingen. Ja. Kan je zien ook. Gaat de keeper dan mee? Wie weet. Ik begreep dat je wel weer langzaam naar oefenwedstrijden mag. Ja, dat heb ik ook begrepen. En dan heb ik met mijn teammanager ook gesproken, wil ik snel mogelijk oefenwedstrijden plannen. Ja. Hoe is dat geregeld? Dat mag alleen in de regio, alleen heel laagdrempelig? Dat weet ik nog niet 100%. Alleen maar wij zoeken wel iemand die hier dichtbij is. Zo, ik heb geen nut als ik moet naar Emmen voor de oefenwedstrijd. So. Nou, hou ze hierheen. Ja. So, ja, wij willen wel snel mogelijk dat plannen, absoluut. Dankjewel. Ja.